Zo, lieve groep. We gaan vandaag naar het Intelligente Kleimuseum. Laatst waren we in het Slijm- en Glibberland. Dat vonden jullie allemaal zo leuk. Daarom dacht ik, nou ja, dan gaan we dit doen. Dat zal vast wel leuk zijn voor jullie. We hebben daar een museumrondleider. Die gaat ons een rondleiding geven vandaag. En die gaat veel vertellen. Oh, Julian, ik vind het echt zo leuk. Ik heb er echt zo'n zin in. Ja, ik ook. Ik ben zo benieuwd wat voor klei we gaan vinden. En zouden we wat mee mogen nemen? Ik hoop het. Hallo kinderen, mijn naam is Mike. Ik ga jullie vandaag rondleiden door het Intelligente Kleimuseum. We hebben hier kleimassa's uit de hele wereld. En ook gevaarlijke. Dus daarom vraag ik jullie wel om op de oranje loopplank te blijven. En we gaan nu gelijk hier beginnen. Zo kinderen, dit is de eerste klei die ik jullie wil laten zien. Deze hebben we heel diep uit de Pacifische Oceaan gehaald. En jullie mogen één keer raden hoe die heet. Die heet Pacific. En jullie mogen hem aanraken. Hij voelt aan als water. Zo, dit is het tweede station van onze rondleiding. Dit is de super olievlek en die is super duur. En ik vraag jullie wel om die niet aan te raken, want anders krijg je echt hele erge vlekken. En dat is ook niet goed voor je huid. Maar je mag hem wel bekijken. Zo, en wat valt jullie op bij deze super olievlek? Nou, voor mij ziet het eruit als groene klei. Nee, geel. Ja, nou ja, dat is dus gelijk het bijzondere aan deze olievlek. Iedereen die er een blik op werpt, die ziet de kleur als een andere kleur. Voor jou is het misschien groen en voor jou misschien geel. Oké, dan gaan we verder. Huh, hier is nog helemaal niks. Kijk maar beter. Oh, wacht, ik zie het nu. Ja, deze intelligente klei die is echt bijzonder. Want met deze kun je onzichtbaar worden. Echt? Ja, die hebben onderzoekers in Nieuw-Zeeland gevonden. Het is echt een hele bijzondere intelligente klei. Oké, we gaan naar het volgende station. Zo, dit is tweelicht. En deze heeft als bijzonderheid dat hij van kleur verwisselt. Maar aangezien jullie hier in de winter zijn, heeft hij een donkere kleur. En als het warmer is, als jullie in de zomer komen, dan is het wat lichter. Is dat niet cool? Ja! Ja, zoals ik al zei, kom maar langs in de zomer en dan kunnen jullie hem zien in de andere kleur. We gaan naar de volgende. Hier hebben we drie soorten klei van een andere planeet. Hier rechts hebben we Scarabeus, die komt van de maan. Die in het midden, dat is Neon Flash, die hebben we van Mars. En hier links hebben we magnetische klei en die komt van Pluto. Jullie mogen daar ook op staan, die zijn allemaal niet gevaarlijk. We hebben het allemaal getest, die kunnen jullie zelf testen. Oh, Julian, dit kietelt echt onder mijn voeten. Ha, bij jou ook, bij mij ook al. Ja, het voelt wel lekker aan. Ja, ik voel me echt magnetisch. Kinderen, dit zijn de duurste kleien die we hebben. En deze hebben we heel diep in de aarde gevonden. Dit hier is zilver en hierachter dat is goud. En die gouden die mogen jullie helaas niet aanraken, anders krijgen jullie nog eens goudkoorts. Oh, die gouden klei zou ik zo graag willen hebben. Ja, ik ook. Ik zou ook wel goudkoorts willen krijgen eigenlijk. Ha, ik heb nu zilverkoorts. We komen langzaam bij het einde. Hier hebben we dan nog één soort klei. 10 geeft licht in het donker en die hebben we op een eiland gevonden. Een onbewoond eiland waar alleen maar gloeiwormpjes wonen. Gloeiwormpjes? Ja, alleen maar gloeiwormpjes. Een beetje achteruit nu, want hier komt de gevaarlijkste klei die we hebben. Dit is een superhete klei, hè? Het is super, super lava. Die mag je in geen geval aanraken, want anders verbrand je je. Een vraagje, is dat net zo heet als vuur? Nee, nog heter. Kinderen, dit is het laatste station. Deze klei hebben we zelf ontwikkeld. Dit is de zonneschijn. Als die in de zon gehouden wordt, dan wordt die geel. En jullie mogen daar een beetje van meenemen als jullie willen. Oh, super, dank u wel. Dank u. Kijk, Julian, ik heb best wel veel meegenomen. Ja, wauw. Het is wel een leuk museum geweest, hè? Ja. Ik wist niet dat een museum zo interessant kon zijn. Ik ga zeker nog een keertje terug.